Mooi zo. Goedemorgen. Hi, hi. Milene. Denzel. Hi, Denzel. Hi, Jessie. Hey. Goedemorgen. Oeh. Oké, ik ga toch even roken. Mag mee? Wel. Lekker geslapen, vriend? Ja, heerlijk. Jij? Ja? Prima. Jens heeft ook lekker geslapen. Mooi. Jens heeft wat? Jens heeft ook heerlijk geslapen. Oh, mooi. Ja, ik dacht, ik kom je toch maar even wakker maken. Ja, nee, is prima. Maar ik was wel al wakker, maar hoe heet het? Ik ga even met Jens gewoon aan het kletsen hoe hij gisteravond heeft meegemaakt en zo. Ja, hij vond het hartstikke leuk. Okay. Hij vond het wel fijn dat ik erbij was. Een beetje de safe space, zeg maar, die hij had daardoor. Ja, dat is wel fijn, ja. Dus, schatje. Leuk. Nog eentje omlaag? Nog eentje? Oh, ja. Ja, en dan de bank. Ah, Milen. Hi. Ik wil jou zo graag zien. Ik vind jou zo leuk. Echt? En ik vind het echt heel jammer dat je slecht met Merel gaat. Ja. Maar ik vind jou echt zo leuk. Dat wil ik echt even zeggen. Ja, eet het hartstikke goed. Maar het gaat de laatste tijd steeds je beter. Je kan heel veel. Het gaat de laatste tijd steeds beter tussen Merel en mij. Zingen vond ik echt super. Ja, echt. We alles gewoon bekijken. Hoe mooi. Oh, dankjewel. Echt, ja, eerlijk. Ik denk, dat vind ik zo jammer. Als je dan in de dippie zit. Ja. Nee, dat echt super. Ik ben echt gewoon leuk bezig. Super leuk, dankjewel. Ja, heel mooi. Ik hoop echt dat ik jou zie. Ja, Frenny die trok me al het bed. Ja, oh, ja sorry. Nee, dat maakt niet uit. Het is geen probleem. Nee, dat maakt niet uit. Het is natuurlijk zonde. Vond jij het wel lief? Ja, ja. Nee, maar Milena vindt altijd een beetje spannend. Ja, weet je. Ja, met Shelly die bezoek ben ik helemaal niet daar naartoe gegaan. Ik had echt zoiets, nou, laat ik dat maar niet doen. Nee, maar ik wilde zo graag zeggen. Ik vind jou echt, ja, gewoon. Het is een schatje. Ja, inderdaad. Dat Merel en ik ook deden. Ja, weet je. En Merel is inderdaad heel bam, weet je wel. Ja, maar dat, weet je, we hebben het er ook wel over gehad. En Merel die heeft toen op een gegeven moment tegen mij gezegd. Ja, nou ja, ik ben zo. Zij en zo, gebruik ja. mij ja. om juist daar sterker in te worden. En, ja, maar dat komt weet je, wel ik loop hard daar oh. Dat is echt verschrikkelijk. Merel had het echt even nodig, dit. Ja. Echt. Ja, ik, sinds gisteravond, ik zit zo onder de spanning. Yes. Omdat ik haar zo lang niet gezien heb. Ja. Echt wel lang ook, hè? Echt heel lang, ja. Dat het... Moet je in de boot kijken dan? Nee, hoi, hoi, Milene. Zo, jij bent veel langer dan dat ik dacht. Ja, hè? Zo, kijk je nou. Mooi, ja, ja. Sowieso heel... Ja, ik vind het ja, gek, hè? TV maakt een stuk kleiner. Ja. Wauw, dat is echt bijzonder. Ja, ik dacht echt dat je kleiner was. Oh. Nou, dan ja, dat dacht is je gek, van dat zie je ook aan. Dan dacht je van Andrea helemaal dat ze kleiner was. Ja. Hoi, hoi, Milene. Oh, ik dacht... Nee, dat is Alexandra. Nee, Alexandra is dat. Ja, ja. Nee, ja, Andrea, die is Shelley ook. Die vind ik heel klein op tv. Ja, die is ook heel klein. Oh, die wel? Ja, oh, die, okay. Is, die is echt heel klein. Die is echt heel klein, ja. Gek, hè? Ja. Ik weet niet of dat... Wanneer ben jij binnengekomen? Nee, Milena hebben we niet gezien. Want je denkt na december of niet? Ja, na december. Ja, ik ben in februari binnengekomen, 18 februari. Ja, ja, zie je, dus Milena had er nog nooit gezien. Nee, daarom. Dus ik had alleen haar ja, foto's en zo gezien. Ja. 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 Ik weet soms al niet meer wie in welke volgorde binnenkwam. Nee, weet je, dat, ja. Sommige mensen die weten het helemaal uit hun hoofd. Ja, die kwam toen binnen, die kwam daar. Nee. Wat nee. Een informatie om te onthouden. Hoi, hoi. Hi, Milena. Hi, Kaylee. Dus zo? Goedemorgen. Ja, daar. Hoi. Hoi. Oh. Nou, de boot is ingewijd, geloof ik, hè? Grapje. Oké, okay, nou laten we doorlopen. Ja? Nou. Hoi, Milani. Leuk. Hi, jij. Goedemorgen. Ja, komt goed, dankjewel. Ja, dat moet je wel doen. Shelly en Andrea.